In deze tijd is het bijzonder fijn om te zien dat de coronacrisis ook saamhorigheid brengt. Veel mensen doen iets extra's voor een ander. Voor buren, familieleden of kwetsbare ouderen in hun omgeving. Maar ook voor mensen die werken in de zorg, bij de politie of in de supermarkt. Zodat hun belangrijke werk door kan gaan. Wil en kun jij iets doen voor een ander? Een praatje maken met iemand die veel alleen is. Of een boodschap doen of de hond uitlaten voor iemand die de deur niet uit kan. Meld uw aanbod voor hulp aan op www.zoetermeervoorelkaar.nl. Heb je zelf hulp nodig? Of behoefte aan een gesprek? Kijk ook dan op www.zoetermeervoorelkaar.nl en meld jouw hulpvraag aan. Zoetermeer voor elkaar, breng hulp en vraag bij elkaar. Samen kunnen we dit aan.